Rond een uur of acht werden we trillend het bed uitgehaald. Heel erg geschrokken. De gebouw bewoog echt enorm op en neer. We wisten niet hoe snel we naar beneden moesten gaan. Amber van Tul en haar vriend Frank Visser uit Kesteren werden tijdens hun wereldreis overvallen door de aardbeving. Het dorp San Gigi, waar ze dan verblijven, is de belangrijkste trekpleister van Lombok. Ze rennen de straat op, waarna er wordt gewaarschuwd voor een grote vloedgolf, een tsunami. Iedereen wilde vluchten, alle straat staat vol. Mijn vriend reed de scooter. Die probeerde door alle chaos heen te gaan en ik probeerde achterop mijn familie te bereiken, zijn familie te bereiken, iedereen gerust te stellen. De familie van Jorieke van der Weijden uit Arnhem maakt zich intussen enorm ongerust. Hun dochter zit op een eilandengroep voor de kust van Lombok. Zo'n 15 kilometer van San Gigi, maar ze kunnen geen rechtstreeks contact met haar krijgen. Ja, de elektriciteit is uitgevallen, er is geen internet. Dus er komt maar heel zeldzaam heel af en toe een berichtje. Ze zijn ongedeerd, dat is dan het belangrijkste bericht wat je dan ook natuurlijk kunt krijgen. Maar hoe het echt is met hun dochter weten ze niet. Wel dat ze angstige momenten heeft gehad en op het strand moet slapen. Nou, we willen maar even horen. Hè? Even horen, even weten. Ja, dat is het mooiste. Ja. Amber van Tul en haar vriend Frank zijn inmiddels van het eiland af. Zij zitten nu op Bali bij te komen van de gebeurtenissen. En nu zijn we momenteel in Sanur veilig. Dus zeker bijkomen van alle schrik en van wat er is gebeurd.